Sarah dus. En vandaag hebben we echt een superleuke challenge. Want mama, ja? Jij weet nog niet wat we gaan doen vandaag. Nee. Vandaag gaan we alles kopen in één kleur. Oh, huh? Ja, het klinkt misschien raar, ja, het klinkt maar wij gaan dus vertrekken straks naar een mysterieuze winkel. En Celine pakt momenteel een kommetje. Ja. En in die mysterieuze winkel mag je dan alles kopen wat je wil, maar het moet natuurlijk de kleur zijn die in dit potje zit. Ah, oké. Okay? Dus ja, er zitten drie kleuren spannend. In het potje. Je mag als eerste kiezen, mama. Ja. Oeh, spannend. Oh. Spannend. Wat heb je, mama? Rood. Ah, dat is wel een goede kleur. Dat is een goede kleur. Zeg eens iets rood dat je graag zou kopen vandaag. Ik heb wel een nieuwe haardroger nodig. Ah. Staat dat in het rood? Ja, ik denk het wel, mama. Ik denk het wel. Ja, 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 dat denk ik wel. Nu is dat jou, het is aan jou. Ik zal als laatste gaan. Welke kleur is dat? Eens kijken, hè. Groen. Toris, is het echt groen? Ja, het is groen. En wat zou je graag hebben in het groen? Een kiwi. Wow. Een kiwi, zegt ze. Echt dan een tomaat. Oké, wat is het laatste voor mij? Jij mag het nemen. Oké, ben je benieuwd? Ja, sowieso. Welke kleur denk je? Ja, jij hebt de kleuren gemaakt, dus jij weet het al. Blauw zeker? Dat is nog een leuke kleur. Ja, is het blauw? Ja. Ah, oké, dat is wel echt een chille kleur. Wat wil jij? Goh, iets blauw. Mama, heb je hints? Blauw. Tandjes, elke dag poetsen. Maar ik poets mijn tanden al elke dag met mijn blauwe tandenborstel. Misschien een blauwe iPhone, als dat bestaat. Oh. Mama, voor hoeveel likes gaan we op deze video? We gaan voor 10.000 likes. Hoeveel? 10.000. En dat is er ook... Dat hangt er ook mee. 10.000 likes, het kan ons lukken. Yes, yes, ik ben volledig klaar. Ik ben blauw en ik ga ook nog een blauwe jeansvest aandoen. Wow. Mama is volledig rood. Ik ben lady in red. Oh. En ik heb het groen aan. Ja, het was het enige groene dat we eigenlijk hadden. Hè. Ja, dat is alle moeilijke kleuren. Ik stel voor dat we gewoon vertrekken richting Mediamarkt. Is dat een goed idee? Oh, dat is super. Maar ik moet wel nog juist mijn oorringsjes doen. Ja, ik ga ook een jas aan doen, mama. Maar doe maar op je gemak. We zijn weg. Kom, let's go. Woo! Yes, we zijn gearriveerd in de Mediamarkt. En ik heb al een superleuk karretje gehaald. En bedankt aan Mediamarkt Oostakker, want wij mogen een half uurtje binnen voordat de winkel eigenlijk open is. Ja, inderdaad. Dat is superhandig. En nu gaan we dus dingen uitkiezen. Spannend. Maar alle dingen moeten natuurlijk in de kleur zijn die je draagt. Oeh, dat is echt moeilijk. Oké, gaan we ze rondzoeken? Ja. Let's go. De kindjes hebben plezier. De kindjes hebben plezier. Kijk ze aan, kijk ze aan. Ai. Oh, daar komen ze weer. Oh. Ja, nu is het wel tijd om dingen uit te kiezen, hè. Mama, kom. Ja. Raakte jij nog recht, mama, op uw leeftijd? Ja, nog recht. Oké. Ja, ik heb iets gevonden. Oh, mama. En het is rood. Tonnes? Nieuwe GSM. Ja, dat is niet rood, hè, mama? Ja. Dat is niet rood, hè? Dat is rood, hè? Ja, oké, dat is wel merendeels rood. Het zijn grote toetsen, dat is heel gemakkelijk als ik naar u wil bellen. We zijn 2019. Dat is de tijd van de Samsungs, de Huawei's en de iPhones. Niet van, wat merken ze aan met alle respect, Emporia. Maar mama, ik vind dat je iets moet herden. Al die swipejes en toestanden en apps, dat is veel te ingewikkeld. Ik denk dat jij voor een iPhone moet gaan. Ik heb een verrassing voor jou. Aha. Ik ben naar een werknemer geweest en kijk wat ik heb gevonden. Oh nee. Welke is dat? Wow. Speciaal voor jou. Welke iPhone is dat? Voor mij. Ja, ik zal wel moeten. Dat is een goede vraag. De iPhone 8 Plus. Mag ik zien? Wacht. Zit er wel een iPhone in? Dat is de vraag. Maxine. Is hij rood? Anders krijg je hem niet. Wow. Nee, hij is zwart. Nee, oh. Ah ja, oei. Dat is het scherm natuurlijk. Oh, wow. Oh my god. Ja, dat is wel tof. Oh, wow. Mama, je moet dat niet laten vallen. Nee, niet doen. Een iPhone 8 Plus kost op zijn minst 660 euro. Maar het is 256 gigabyte. Ah, het is een van 750 euro, mama. Ja, wat is dat? Dat ga ik mee pakken. Mama. Wat doet hij allemaal? Wat is dat? Ik denk dat mama hyped is voor de iPhone. Ik hoor dat hier. Was dat reclame van Mediamarkt? Ja, wat is dat? Ja, wat is dat? Ik heb het gevonden! Wat is dat? Dat is zo, ken je dat niet? Nee? Jawel. Ah, dat is van op de verjaardag. Ja. Van op de verjaardag? Verjaardag, van op de giveaway, wat zeg ik nu? Ja, inderdaad. Amber heeft dat ook. En dat is echt super cool, want je kan er echt leuke foto's mee trekken. In 3, 2, 1...
Dat is wel groen, dus je mag dat wel meenemen. Ja, die laat ik hier. Ik neem een nieuwe mee. Gaat die kar niet te klein zijn? Maar ja, hier is er wel nog superveel ruimte. Voor een tv misschien. Ik sta hier nu met al mijn blauwe kledij voor een blauwe stofzuiger. Het is toch een stofzuiger, hè? Ja, dat is een stofzuiger. En ik vind dat echt een supergoed plan, want zo ga jij een keer het huishouden doen. Maar ja, eigenlijk geef ik mezelf werk door een stofzuiger te kopen, toch? Ah, oh, maar pak dat maar, hoor. Dat is echt super tof. Nee, ik ga iets anders nemen. Ik heb eindelijk iets gevonden. Oh, echt? Voor mij. Ja. En het is ja, een scheermes, een scheermachine eigenlijk. En het ziet er wel goed uit. En het kost ook maar €60. En ik weet, €60 is veel geld. Maar een scheermachine gaat echt ongeveer een jaar tot twee jaar mee. Dus dan is dat echt wel een goede investering. Ja. Maar ik hoorde mama al zeggen, Michiel, dat is wel een zwart scheermes en enkel een blauwe doos. Dus de vraag is, mama telt het? Nee, het moet een blauw toestel zijn. Oh, maar van mij kreeg je het hoor. Dit is een blauw scheermes. Ik heb de blauwe gevonden en ik ga de blauwe hierin leggen. Oh. Hupsakee. Ik heb het gevonden. Oh. Een rode haardroger. Amai, dat is wel echt cool dat zo matcht. Een haardroger van €100? Huh? 100 euro. 100 euro voor de laatste haardroger. Kans. Voor laatste mama. Kans. Laatste oh, mama. Oh, 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 oh. Oh, oh, hier, hier. Oh. Hier. Ah. Dat was elektrische shock. Echt? Ja, echt waar. €25, mama. Oei. Alsjeblieft. Ik heb nog een goedkopere oplossing. Geen haardroger. Als je gedoucht bent, moet je gewoon 2 minuten buiten staan. En dan ben je droog door de wind. Michiel. Rood. Het is zelfs een rode doos. Top. Ja, oké. Okay. Ga maar, mama. Nee, ga maar. Mama toch. Ja, ja, zeker, zeker. Ga maar. Er hangt hier nog een van €150. Ook een rode. Ik heb iets gevonden in het groen. Ken je dit? Ja, een mixer zeker? Ja, dat is echt super cool. Dan ga ik zo aardbeien, frambozen, bananen, dan zo... Oh, dan... bananen is geel, hè? Enkel kiwis. Oh, mama, wat is er? Wat is er mis met mama? Ik weet het. Maar je mag enkel kiwi doen. Mama, wat is er? Wat is er? Oh, wat is er, mama? Wat ben je aan het lachen? Een protje gelaten. Heb je een protje gelaten? Yeah. Wat? Jij? Yeah, heb jij een protje gelaten? Oh, Celine heeft een protje gelaten. Daarom ben je zo aan het lachen. Hé, maar ik heb dat niet gehoord. Oké, okay, dus deze mixer wil ik graag. En is hij nog beschikbaar? Oei, ja. Ik hoop het. Ik heb de doos gevonden en nu denken jullie allemaal, oh, dat is een rode. Maar nee, het is een groene. Ja, het is een groene. Dus? Maar ik vind het wel een slechte verpakking, om eerlijk te zijn. Ja, ja. Eerlijk, ik zou altijd denken, hij is rood. Ja, dat is waar. Maar hij is groen, dus neem maar mee. Abonneer op de Lina Michiel. De Lina Michiel. Hey, hey. Is het niet tijd voor mij voor nog iets te gaan halen? Ja, kom. Alsjeblieft. Maar dit zijn veel kleuren, dus het mag niet. Als ik toch alles mag kiezen wat blauw is... Oh, die mixer is wel nog zwaar. Ja, dat is echt zwaar, hè. Mama, ga eens een beetje achteruit. Ja. Oh, nee. Oh, dat... oh, 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 oh. Ja, dan neem ik gewoon een blauwe tv. Oh, je bent echt wel sterk. En de vraag is ook nog altijd, welke kleur heeft de tv? Want de doos is blauw, maar de tv kan zwart of wit zijn. Want ik weet ook niet zeker of het die tv is. Dat is een witte. Ja, dat is inderdaad een witte tv. Maar een tv is toch nooit blauw? Maar stel dat hij niet wit is, kom hem terugbrengen. Dat niet blauw is, bedoel ik. Nu heb ik wel echt superveel honger gekregen. Dus ik denk dat het een goed idee is om naar de kassa te gaan. En dan gaan we iets gaan eten. Oké. Okay. Mama, lukt het of niet? Ja, ja. Mama kan niet zo goed rijden. Gaan we haar helpen of niet? Nee, nee. Kom. Oh, ze heeft het gezien, ze heeft het gezien. Yes, we zijn net terug thuis en ik ben echt super blij met alles wat ik gekregen heb bij jou. Ja? Ja, ik ben super blij. Ben je blij met de iPhone? Ja, wauw. Maar ja, mama had wel echt een nieuwe gsm nodig. En eigenlijk, als we eerlijk zijn met jullie... Mama, stil alsjeblieft. Als we eerlijk zijn, ging mama eigenlijk gewoon een iPhone kopen. Maar dat was dan leuk om in deze video te verwerken. Dus ja, mama, nu heb je een nieuwe gsm en hebben wij een super leuke video. Inderdaad. We zijn nu terug thuis. Ik heb een... blauwe cornetto, want ik mag enkel blauwe dingen eten. Ja. En mama, wat ben jij eigenlijk aan het doen? Hoppakee! Maar zo is het wel makkelijk, hè, mama? Tuurlijk, als je kindjes hebt en vlug gaan, is dat een ideaal toestel. Het is precies dat ik hier teleshopping aan doe. Ja, dat is echt wel een show, moeder. Nog één keer, nog één keer, het is wel satisfying. Oké. Okay. 3, 2, 1. Hoppakee, mama, je hebt iets laten vallen. Oei.
Hoepke. Is het lekker? Alright, vond jij het een leuke video vandaag? Ik vond het ook een super leuke video. Vergeet niet om deze video te liken. Om te abonneren op ons kanaal. Want we gaan voor... 5332 likes. 5332 likes en wij zien jullie in de volgende video. Peace.